Hallo en welkom bij deze nieuwe video. We komen met z'n allen al gezellig in de kerststemming en ik kon het niet laten om alvast wat kerstcadeautjes te kopen, ze gezellig in te pakken, zodat vrienden en familie ze alvast onder de kerstboom kunnen zetten. Daarom deel ik vandaag met jullie mijn cadeau- en inpaktips. Je kunt natuurlijk een standaard cadeauverpakking van de winkel meenemen, maar veel leuker is het om het op je eigen manier in te pakken. Wat heb je nodig? Natuurlijk heb je feestelijk inpakpapier nodig. Deze mooie gouden rol met een soort vorstjesprint komt van IKEA. En dit inpakfolie, oftewel cellofaan, hebben ze echt overal. In plaats van pakpapier kun je natuurlijk ook cadeautasjes gebruiken. Als inpakmateriaal kun je ook een decoratiedienblad gebruiken waar je de cadeautjes dan opzet en er overheen inpakfolie doet. En natuurlijk heb je een schaar en plakband nodig. Vrouwen houden van thee en laten ze bij de HEMA nou net dit schattige thee-ei hebben in de vorm van een soort vogeltje. In deze leuke doosjes verkopen ze losse thee waarmee je de vogel kunt vullen. Leuk als cadeautje voor een vriendin, je collega of misschien je moeder. Een leuk make-up tasje kun je erbij doen en een lekkere handzeep in een leuke verpakking is ook altijd goed. Vervolgens stel je de cadeautjes leuk op, doe je het folie eromheen, een mooi lintje erom en klaar. Dan de cadeautasjes. Die vul ik met cadeautjes voor jongens/mannen. Parfum doet het natuurlijk altijd goed. Er gaan ook chocolaatjes in, want de liefde van de man gaat door de maag. Antivriesspray voor de auto is vooral een handige tip. En ja, ook mannen houden van cozy sokken, maar dan wel stoer. Een theedoekenset in mannelijke kleuren of met leuke geografische print is ook een optie. Ik pak 2 van de cadeautjes in voor in het tasje en de theedoeken die schuif ik er zo in, want ja, dat is natuurlijk het makkelijke aan een cadeautasje, dat je eigenlijk niks in hoeft te pakken. Als je een huisdier hebt, is het ook leuk om die te verwennen. Voor Toetsie heb ik lekkere beloninkjes gekocht en een leuke strik om te dragen tijdens het kerstdiner. Die strikken verkopen ze in allerlei prints bij de Action. Op het tasje kun je nog een persoonlijke boodschap schrijven. Ja, deze boekjes zijn dus echt ontzettend leuk. Ook deze kwam ik tegen in de Action. Je hebt verschillende varianten. Zo heb je oma schrijft, opa schrijft, maar ook papa of mama schrijft. En in de boekjes staan allerlei leuke levensvragen gesorteerd. Degene die dit boekje krijgt, heeft meteen een leuke bezigheid tijdens de kerstdagen, namelijk het invullen ervan. Voor een oma, in mijn geval oma Miep, is het bijvoorbeeld leuk om een kerstster te geven, samen met het boekje en het leukste verpakken in cellofaan. Tot slot kun je ook interieurspulletjes cadeau doen. De spullen die ik hier heb uitgezocht zijn allemaal in dezelfde kleur en stijl. Zo ziet het er leuk uit als je het cadeautje overhandigt. Ik kies ervoor om de ster recht op te zetten en de overige spulletjes er tegenaan. Als de krul een beetje uit je hergebruikte cadeaulint is, kun je het met de schaar gewoon nog een beetje bijkrullen. En tada, weer een feestelijk pakketje. Wat staat er op jullie verlanglijstje? Laat het weten in een reactie en dan zie ik jullie heel graag volgende week dinsdag om 4 uur weer. Verwacht weer een leuke kerstvideo van mij. Oh ja, en vergeet niet, de challenge hashtag #JumpADay loopt ook nog steeds. Doe lekker gezellig mee en vergeet mij niet te taggen in je foto. Doei!